In dit interview gaan we het hebben over ondernemerschap en social media met Bas van Teijlingen. Bas, ja. Welkom bij Quality Bookings TV. Dankjewel. Ja, Bas, jij bent eigenlijk een beetje een soort nieuwe ambassadeur geworden voor de YouTube-generatie. Ja. Hoe ben je daar zo als oude Almeerse man in terecht gekomen? Grijze baard. Eigenlijk via mijn kinderen. Ik heb 3 kinderen, waarvan de oudste nu 19 en 15 zijn. Maar toen die wat jonger waren, ik denk een jaar of 5 geleden, toen begonnen zij steeds meer YouTube te kijken in plaats van televisie. Ja. En sowieso minder lineair kijken en luisteren. En als bezorgde ouder was ik wel geïnteresseerd, waar kijk je dan naar? Okay. En dus als meekijkende ouder ben ik er eigenlijk ingedoken. Vond ik het heel interessant. Had ik ook meteen mijn oordelen en vooroordelen, okay, die een hoop ouders wel zullen herkennen. Omdat ik namelijk de vergelijking maak met professionele producties. Okay. En dat moet je eigenlijk niet doen. Ik ging ook als vakman naar Absoluut, kijken. Absoluut, ja. Ik heb al jarenlang televisieprogramma's geregisseerd. Ja. En dan was dit ineens wel heel erg eenvoudig. Ja, ik vond het niks. Dus alle vooroordelen die werden eigenlijk bevestigd. Maar ja, toen keek ik naar mijn kinderen en toen zag ik dat zij het echt heel erg leuk vonden. Ja. En ik weet nog een moment dat wij verhuisden van Wageningen naar Amsterdam. Dat wij met de tram gingen van Eiburg naar Amsterdam Centraal. En dat mijn dochter op een gegeven moment helemaal stond te hyperventileren in de tram. En wat is er aan de hand? Ja, dit is wat ik altijd zie in de vlogs van Monica Geuze. En dat was bij Panama. En zij herkende dat en zij was daar. En toen dacht ik, okay, er is echt zo iets aan de hand. Ja. Ja, en toen ben ik me er meer in gaan verdiepen. Toen werd ik op een gegeven moment gevraagd of ik een zender op wilde zetten voor Ziggo First, met allemaal YouTubers. Ja, en toen werd ik met een blok beton aan mijn been in de diepe gegooid. Ja. Toen was ik dagelijks omringd met mensen tussen de 16 en 24, die niks anders deden dan met camera's rondlopen. Ja, maar dan op een telefoon voornamelijk. Of ook wel, vlogcamera's, op hun telefoons, Instagram, Snapchat, alles. Want heel even een stap terug voordat we helemaal dat YouTube induiken. Jij bent je carrière bij de tv begonnen? Officieel bij de radio. Ja. Radio 538 ben ik begonnen als producer en sidekick. In de goede oude tijd met Wessel van Diepen, Marco Pilacek, Rick van Veldhuizen en Erik de Zwart. Waarom was dat de goede tijd? Nou, dat waren de hoogtijdagen van de radio. Ja, ja. En weet je, toen kregen we nog faxen in de studio en er was nog geen internet. En creativiteit was iets wat echt uit mensen kwam. Dus je kon niet heel makkelijk copy-pasten. Ja. En vanuit de radio ben ik bij Joop van den NTV Producties gaan werken. En daar ben ik eerst als redacteur aan de slag gegaan en toen als regisseur. En dat heb ik jaren gedaan, tot in 2015 ik echt wel het licht zag en dacht, okay, daar is de toekomst, laat ik daar even naartoe gaan. Ja, ja. En dat vond ik wel heel verfrissend. Ja, daar zit je nu volledig in. Je hebt ook een boek geschreven, Help Mijn Kind Zit op YouTube. Ja, klopt. Waarbij je eigenlijk ouders een soort handvatten aanreikt of eigenlijk een soort kijkje in de keuken geeft van waar hun kinderen eigenlijk de hele dag mee bezig zijn. Ja, ja. En dat... Het wonderlijke vind ik dat er heel veel ouders zijn die totaal niet weten waar hun kinderen mee bezig zijn. En, is dat wonderlijk? Is dat niet zo geweest? Ja, misschien wel, maar het is, kinderen worden veel meer blootgesteld aan media dan jaren geleden. En vroeger had je gewoon de televisie, die stond in de woonkamer. En dan kon je als ouder gewoon zien wat er gekeken werd. Ja, precies. Ja. Dan had je toch een bepaalde controle. Want de tv stond aan en iedereen keek mee naar die ene tv. Ja. En je had ook zoiets als de kijkwijzer, weet je wel, de NICAM. Oh, ja. Dus de dingen die op televisie waren, die klopten. Die waren okay. Die waren gerated op het tijdstip van uitzenden. Ja. Toen kreeg je al een kleine verschuiving op het moment dat kinderen televisies op hun kamer kregen. Toen ik jong was, kreeg je televisie op je kamer. Maar met de komst van internet neem je niet alleen de drager mee, maar ook de content. Ja. En ja, zodra kinderen groep 6, 7, 8, dat zijn een beetje... In die jaren krijgen kinderen een mobiele telefoon. Ja, dan ben je ze wel heel snel kwijt. Ja. En dan is het toch in mijn beleving deel van de opvoeding om de kinderen te blijven onderwijzen over wat ze allemaal kunnen zien. Ja, want wat heb jij geleerd uit je onderzoek in de praktijk waarom ouders dan zich er niet in zijn gaan verdiepen? Aannames. Aannames dat het wel geregeld is, dus dat het allemaal wel in orde is. Het zal wel meevallen. Het zal wel meevallen. Het is in het Nederlands, het is in Nederland op internet, dus dan zal het wel geregeld zijn. Oh, ja. En dat is niet zo. Er is geen kijkwijzer op YouTube. Nee. Nog niet, daar zijn ze wel mee bezig. Maar weet je, op YouTube wordt 500 uur video per minuut geüpload. Dus de minuten dat wij nu al aan het praten zijn,
is er al dagen aan video wat er geüpload wordt. En mensen staan daar helemaal niet bij stil. En er zit natuurlijk wel een soort van filtering bij YouTube, maar er glipt ook een hoop doorheen. Ja. En ik denk dat het fijn is voor kinderen en ouders als ouders zich daar wat meer in verdiepen. Ja. Ja, want als je er zo naar kijkt, naar die hele trend van het social media, maak jij je dan zorgen? Ja en nee. Ik zie het als een ecosysteem. Dus het lost zichzelf uiteindelijk wel op. Ja. En weet je, vroeger maakten ouders zich ook druk om jongens met lang haar, de nozems op de brommers. De gabbers inderdaad, hetzelfde. Ja. En dat is ook de evolutie. Het kan niet altijd hetzelfde blijven. Nee. Het is alleen wel zo. Het moet op een van de manieren. Het moet absoluut schuren, zeker. Maar het is, waar ik me wel zorgen om maak, is we hebben laatst een heel heftig moment gehad dat er een heel pedofiele netwerk opgerold werd, wat werkzaam was op YouTube. Heel erg. Wat onder video's tijdcodes zette, waar mensen dan meteen op konden klikken, want dan zagen ze een minderjarig kind met een ontbloot bovenlijf, dat soort dingen. Ook op YouTube? Op YouTube zelf. Ja. Dus en dat soort, weet je, en dat is waarom ik tegen ouders ook vaak zeg. Maar daar kan je kind ook op klikken, bedoel je? Nou, het is meer dat jij wil niet als ouder dat jouw kind op die manier bekeken wordt. Nee. Dit is maar één voorbeeld. Oké, op die manier, ja. En dus ik zeg ook tegen ouders, weet je, er is nu een onderzoek gedaan dat 34% van de ondervraagde jongeren wil graag later YouTuber worden. 34% is best veel. Ja, ik zeg tegen ouders, niet te snel video's uploaden. Weet je, pas als ze een jaar of 15 zijn zo'n beetje, dan zijn ze iets wijzer en dan zijn ze iets weerbaarder. Ja. Maar niet al op 6-7-jarige leeftijd losgaan. Nee. Zullen met een Instagram-account, weet je, een slotje erop. Alleen mensen mogen jou volgen die jij kent. Ja. Het zijn een beetje de nieuwe voetballers en nieuwe tv-sterren. Ja. Ik heb ook wel eens van die YouTubers dan op kantoor gehad die toch ook misschien wat wilden spreken over social media. En dat zijn jonge gasten. En ja, heel eerlijk, ik kom niet uit die generatie, dus vaak ken ik ze niet eens. Maar als je dan research doet en ziet wat een bereik die lui hebben. Weet je, dat gaat echt van 500.000 tot miljoenen, aan volgers. Maar dat is toch ook, dat is denk ik voor die leeftijd ook best wel, voor de YouTuber zelf ook wel pittig. Heb je daar, merk je daar ook wel, psychologisch kan me best voorstellen dat die druk ook best wel hoog wordt op een gegeven moment. Ja, en vooral voor zichzelf. Ja. En je zei net al voetballers, dat is hoe ik het eigenlijk ook wel zie. Dat zijn ook vaak jongens die al, voornamelijk jongens dan, als we het over herenvoetbal hebben, op jonge leeftijd heel veel geld verdienen, heel veel in de belangstelling staan. Maar die kunnen in ieder geval iets. Ja, die kunnen voetballen. Er zit een soort kindvorm achter. Ja, en op YouTube, om talentvol, om succesvol te zijn op YouTube, hoef je geen talent te hebben. Oké, is dat echt zo? Ja? Dat is echt zo. Er zijn een aantal YouTubers die echt gewoon poep maken. Maar daar wordt wel naar gekeken. Ja. Weet je, dat wordt misschien juist daarom wordt het interessant. Omdat het een soort guilty pleasure is. Net als dat helemaal mensen naar achtergesloten deuren kijken op televisie. Ja. Ze vinden het niet goed, maar ze vinden het zo slecht, daarom willen ze naar kijken. Ja. En dus niet alles is goed. En ik merkte dat een paar jaar geleden was de YouTube Gathering in Utrecht. Komen dan 20.000 kinderen in een weekend om hun favoriete YouTuber te ontmoeten. Ja. Staan dus uren in de rij voor een handtekening. Ja. En ik kwam daar een oude schoolvriendin tegen. En die stond in de rij bij Armo. Nou, zegt de naam Armo jou iets? Nee, ik wil natuurlijk heel graag zeggen ja, maar nee. Nou, er is een jongen, alles aan deze jongen is fout. Okay. En hij probeert nu een carrière als rapper te krijgen in Amerika. Ja. Maar alles aan deze jongen is fout. Okay. En die stond daar met een enorme stand en een groep vrienden die ook allemaal bezig zijn op social media. En ik vraag aan die oude schoolvriendin, ik zeg, jij staat in de rij voor Armo. Ja, zegt ze. Ik zeg, heb je enig idee wat voor video's die maakt? Nee, maar de jongens vinden hem leuk. Ik zeg, en jij gaat zo meteen een petje kopen? Of een shirt? Ik zeg, nou, je staat hier nog wel even in de rij. Kijk ondertussen even een videootje. Ja, verdiep je er eens in. Ja. Nou, ik kwam er later weer tegen. Ze zei, ik ben de rij uit. We hebben geen petje gekocht. Schelden en niet dat ik nou een soort van een moraalridder wil zijn, maar je hebt wel een soort van norm- en waardebesef nodig. Je hebt wel een soort van ethische ondergrens. Ja. En, maar is het dan toch dat ik bedoel, vroeger, ik weet nog vroeger dat toen kwam, hoe heet dat, had je van die rappersgroepjes vroeger, wat heet het ook, Pippen Possie of zoiets? Of door Possie. Ja, dat was toen in onze tijd, nou die durfden dan te vloeken in hun nummers, dat was wel heel spannend om naar te luisteren. Is dat ook een beetje, zeg maar, hoe dat voor de jeugd nu is met dat soort,
Of gaat dat eigenlijk gaat het wel verder? Nou, het gaat wel veel verder. Er is een jongen die heet Snapking. Die heeft ook net in de gevangenis gezeten. Okay. Wegens het bedreigen van een meisje en haar vader. Met seksfoto's die had gemaakt. Ja. Die jongen die heeft echt zo verschrikkelijk veel foute dingen gedaan. En die zat ook onder contract bij RTL. En op een gegeven moment is die door een filmpje op Dumpert is die ontslagen bij RTL. Okay. Maar die had een filmpje gemaakt met een aantal van die vrienden, waaronder die Armo, dat ze naar een Duitse McDrive gingen. En daar stond een Aziatische vrouw. En die hebben ze gewoon op alle seksuele en racistische mogelijke manieren hebben ze haar uitgescholden. Ja, dat kan echt niet door de beugel. Nee. Maar dat zijn wel jongens en meisjes. Is het dan ook een beetje een soort gekte, de roem, de Ja, dat is wat ik zeg. Je hoeft geen talent te hebben om succesvol te zijn. Nee. Dus het nadeel en voordeel is dat de drempel lager is om met social media bekend te worden. Nee. Maar het nadeel is dat elke Jan Doedel geeft een stukje door een camera zonder enig moreel besef. En hij kan zomaar succesvol worden. En als dat op basisscholen... zeg maar, als dat de tamtam is, dan gaan ze er allemaal naar kijken. Ja. En als je dan als ouder er niet bij bent, of denkt, het zal wel meevallen, dan ben je dus al te laat. Ja. Ben jij in je zoektocht achter een soort geheim gekomen om succesvol op social media te worden? Ja, zeker. Ja, absoluut. Wil je dat geheim wil je weten? Ja. Nou ja, het is een combinatie. Je moet de creativiteit hebben. En de creativiteit in de zin van je moet elke dag weer. Je moet content kunnen maken. Ja, precies, je moet denken in content en kunnen denken in content. Mensen die dagelijks vloggen, zoals Gio Latoy, Enzo Knol, Monica Geuze. Dat soort mensen die denken in content. Die zien overal content in. Ja, ja. Want zij moeten dagelijks een video maken voor hun miljoenen publiek. Ja. Dat moet je dus hebben. Dat gekoppeld aan ondernemerschap. Dat je dus ook heel duidelijk gewoon ziet, oké, ik zie hier een verdienmodel in. En dat is ook waarom ik hiervan kan leven. Ja. Maar dat staat wel een beetje haaks op wat je eerder zei van, hoe heet dat, dat iedere gek ook maar op YouTube kan. Want die worden ook succesvol, die gekken. Die krijgen ook hele grote Ja, maar dat is ook vaak mazzel. Ja, en echt kortstondig misschien. Ja. Het is, we zitten nu, ik denk, in de vijfde generatie YouTubers. Mm-hmm. Ik heb in mijn boek een hele historie vanaf het begin dat YouTube zeg maar opkwam tot nu. En er zijn jongens van 23 die nu eigenlijk al bejaard zijn, want ze zijn niet meer relevant. Oh, ja. Dus dat is wat op YouTube heel belangrijk is, is relevantie. Ja. Dus ben je er nog? Een heel groot YouTube kanaal vorig jaar was 3 maanden gestopt. En die hadden 500.000 abonnees, die hadden miljoenen views per maand. Mm-hmm. En doordat ze 3 maanden gestopt zijn, was het klaar. Het kanaal is dood, afgelopen. En zo snel kan het dus gaan. Ja. Want dat is het verschil. Kijk, als iemand bijvoorbeeld een campagne wil doen op YouTube. YouTube is niet echt een campagneplatform. Nee. Zoals je Facebook wel als campagnemiddel in kan zetten. Ja. En YouTube is een altijd aan platform. Ja. Dus als je als bedrijf iets op YouTube wil, dan moet je 52 weken per jaar gewoon video's maken. Ja. Want je gaat namelijk iets zenden en je gaat een eigen publiek opbouwen. Ja. Die, net als de Donald Duck, je verwacht dat die elke zaterdagochtend weer op de mat ligt. Dus je verwacht elke week weer een nieuwe video. Maar eigenlijk zijn dan gewoon de Enzo Knol producties, zeg maar, dat zijn bijna gewoon letterlijk de NMO producties van ideeën. Ja. Het is gewoon content maken. Maar die jongens moeten daar toch wel... Is het dan op een gegeven moment dat ze vaak beginnen uit de lol, dan komt de succes en dan wordt er een soort continuïteit gecreëerd met kwaliteit ofzo? Of zijn het vaak al jongens die al vanaf de start al direct die kwaliteit hebben om in het produceren van content? Ook dat is weer heel erg verschillend. Niet alle YouTubers zijn vloggers. Nee. Dus alleen de mensen die zichzelf filmen, Okay. Dat zijn mensen die vloggen, een videolog maken. Iemand als Dylan Hagens, die maakt sketches, comedy. Die scripten dat gewoon en die draaien dat zo, gewoon met een team, met iemand voor geluid. Dat wordt gemonteerd, iemand doet graphics, iemand doet productie. Ja. Dus het wordt echt een team achter. Er zit echt een team achter. En die zitten gewoon op een kantoor met 7 man dagelijks. En die zijn alleen maar bezig met YouTube. Enzo doet het in zijn eentje. Okay. En die heeft gewoon een agenda en die kijkt gewoon, wat doe ik? Hij moet ongeveer, zegt dat hij 2 tot 3 uur per dag moet filmen om genoeg content te hebben voor zijn video. Voor de week, ja. Echt voor een dag, want hij uploadt elke dag. Zo, Dus dat is gewoon zijn werk. Ja. Iemand als Game Meneer, ook een hele populaire YouTuber, die heeft gewoon een agenda aan zijn muur hangen. En er staat gewoon, dit doe ik vandaag, dit neem ik vandaag op. Dan ga ik met die opnemen, dan ga ik daarheen, dan ga ik dan... Dus het is denken in content. Ja. En dan ook weten wat voor
gevolg de content heeft die je maakt. En een beetje langer termijn visie hebben. Ja. En de mensen die voor het snelle goud gaan, die dus eigenlijk geen langer termijn visie hebben, die zijn ook heel snel weer uitgebloeid. Ja. Zijn er ook succesvolle YouTubers van onze generatie? Weinig. Ja, in Nederland wel. Ja, maar ik zie het ook wel in sprekerscircuits. Ik zie best wel veel sprekers ermee struggelen en proberen en aan filmpjes. En dan, je ziet sommigen wel een beetje, dan denk je, nou, dat komt nog wel aardig. Maar op een of andere manier komt het dan toch niet helemaal van de grond. Nee, en dat is het grappige daaraan is dat veel mensen, ik zag een paar jaar geleden Pernille Lalau, die ging met vanuit koffietijd ging ze dan een vlog maken. Oh, ja. En dan denken ze veel te veel in vorm. Ja, ja. Dus ze had dan een selfie stick met een telefoon erop. En dan stond de cameraman, die stond haar dan te filmen, terwijl zij zichzelf met de selfie. Nou, het was heel ongemakkelijk. Okay. Als je dat aan YouTubers laat zien, dan schelden in de kerk. Ja, ja, ja. Dus er wordt veel te veel in die vorm gedacht. En die vorm is eigenlijk gewoon bedacht van het vloggen bijvoorbeeld, of die video's opnemen, uit beperking. Ja. Dus we hebben niet televisiebudgetten. We hebben niet iemand die op ons zit te wachten. Dus wij gaan met dat wat wij kunnen betalen, één camera en onszelf filmen, daar gaan we iets mee maken. Ja. En het is ook heel erg eerlijk, want je ziet dus meteen of iets aanslaat of niet. Ja. En het is ook wel iets van de tijdsgeest en een lange adem. Met de tijdsgeest bedoel ik dat als je een paar jaar geleden begon met YouTube, dan was je er nog op tijd mee, nog op tijd bij. Mm-hmm. Ik heb een YouTube-kanaal met 50.000 abonnees. Ja, dat is wel aardig gelukt. Is mij aardig gelukt. Ja. Het staat nu een beetje op een laag pitje, maar ik heb wel 8 miljoen views bij elkaar. Ja. En een paar dingen die behoorlijk vaarwel zijn. Maar jij maakt natuurlijk ook wel een beetje de brug tussen jong en oud, om het zo maar te zeggen. Maar ondertussen ben ik wel 45. Hè? Ja, dus, en de reden dat het niet in Nederland lukt voor de mensen van eigenlijk boven de 30, is dat Nederland is vrij klein. Dus qua taalgebied heb je een heel klein bereik. Je hebt Nederland en België. Ja. Als je kijkt in Amerika, de grote bekende YouTubers rond de 40, die zijn er zoveel. Oh, ja. Want die hebben namelijk een miljoenen publiek, waarmee ze dus genoeg views krijgen en genoeg kunnen verdienen. Ja, en Engels is natuurlijk een wereldtaal. Ja. Dus je ziet ook, wat zijn de succesvolste Nederlandse YouTubers? Nou, dan hebben we met stip Nikki Tutorials. Ja. Die met haar make-up tutorials gewoon Engelstalige video's maakt. En daar super succesvol. Echt extreem. 12 miljoen abonnees heeft ze nu. Ja. Echt miljoenen views. Ja. En dat alle grote sterren van de wereld willen gewoon dat zij hun make-up doet. Ja. Vind ik heel knap. Ja, en had met dit format naar RTL gegaan vijf jaar geleden. Hé, we hebben een idee om dagelijks een video te maken. Dit is het shot wat je ziet. En wat gaan we dan zien? Nou, ik ga mezelf opmaken. Wil je nu heel snel weggaan? Bewaking? Nee, ja. Ja. Maar ja, er zitten dus mensen op te wachten. En de sleutel tot het succes is gewoon heel erg kijken waar zitten mensen op te wachten. Ja. En dan ook goed in kunnen schatten of dat wel daadwerkelijk gaat werken. En ook wel een lange adem hebben. Ja. Je moet eventjes werken en echt wel een half jaar gaan uploaden per week. Wat gaat de traditionele televisie, want die zijn natuurlijk heel erg aan het proberen ook met linkjes te maken naar YouTubers. Hè? John de Mol die natuurlijk een stuk tv heeft gekocht, dat soort dingen. Gaat dat werken? Ik denk het van niet. Nee ik las van de week een stuk dat ze en masse een soort tegenbeweging willen maken. Dus publieke omroepen en de zenders om tegen YouTube in te gaan en een eigen YouTube neer te zetten. Maar ik denk dat YouTube, onderdeel van Google, dat het zo dominant is. Ja. Dat ga je niet even verslaan. Ja, en het is ook misschien ook, ik heb ook wel eens het idee dat ze gewoon, voor mij is dat ook gewoon, ze snappen ook gewoon die generatie niet. Nee. Ze snappen ook gewoon niet dat die kids het gewoon leuk vinden om naar die lui te kijken op dat kanaal. Dat is hun kanaal. Dat, maar het platform, dat zeg je dus al, dat is waar ze naar kijken. Ja. Dus het is, je hebt het gezien met RTL XL en met NPO Gemist en dat soort dingen. Ze willen toch, YouTube is voor hun wat voor ons vroeger televisie was. Precies. En dat platform, daar willen ze de content zien. Ja. Ze willen niet naar een ander platform, ze willen het gewoon op hun platform precies zien. Ja. En ik geloof dat een heleboel mensen niet op het commerciële YouTube zeg maar hun content willen zetten. Ja. Want dan moeten ze ook delen in de opbrengst. En dat is de voornaamste reden dat bijvoorbeeld de NPO geen ding op YouTube wil zetten. Precies. Ja. Terwijl de doelgroep daar wel zit. Ja. Als je nu kijkt naar wat de gemiddelde leeftijd is van de televisiekijker, is 55 plus. Weet je, wat scoort er nu op televisie? We hebben Lingo is weer teruggekomen. Ja. En Man bij het Hond is teruggekomen. Ja. Wakku Wakku komt Chateau terug. Chateau Meiland. Ja. Nou ja, maar als je Chateau Meiland, als je dat op YouTube zou doen, of het nu zou doorzetten, gigantisch succes. Ja, gaat los. Die mensen die zijn super authentiek. Ja. En mensen zitten erop te wachten. Ja. Die mensen, hoeveel memes ervan zijn, hoeveel stukjes er
worden gedeeld op YouTube. Ja. Die Martien van Chateau Meiland, die was al rete succesvol op Facebook met zijn eigen vlogjes over zijn winkel. Al voor het programma. Hij had meegedaan aan Ik Vertrek. Ja. Toen was hij een winkel begonnen in Noordwijk. Ik kijk die videootjes al jaren, dat was echt een feest. Ja. Dat werd dan door een dochter of zo werd het gefilmd. En dan ging hij in zijn hele kleine winkeltje ging die rondlopen. Ja. 50, 60, 70, 80, sommige 150.000 keer bekeken. Want is dat, want het is een, ik heb het al vaak gezegd, een jeukwoord, maar is dat ook misschien wel een van de belangrijkste dingen, dat de authenticiteit, ook bij YouTube? Ja. Het is, als je wil gaan vloggen, dus je leven wil vastleggen, dan is het belangrijk dat je die authenticiteit hebt. Ongecensureerd je leven in beeld brengt. Ja. Anders ben je namelijk ook eens naar opgedroogd. Ja. Dan heb je niks meer te vertellen. Nee, dus je moet wel een verhaal hebben. Ja. En je ziet bij die Martien Meiland, je hoeft niet eens een dubbeltje in te gooien. Zet de camera aan en het gaat. Ja. Dus je hoeft niks te doen. Ja. Het is heel makkelijk om zo'n programma te maken. Ja. Ik zeg niet dat het een heel makkelijk programma is, maar hij is wel gewoon heel erg makkelijk. Ja, je haalt hem eruit. En er gebeurt wat. Dus hij komt nu in Ranking with the Stars. Hij gaat een ander programma, gaat hij een soort kunst en kitsch gaat hij presenteren. Oh, ja. Dat snap ik. Want mensen willen hem. Ja. Nou, dan moet je weer oppassen dat het niet te veel wordt. Overkill gaat worden. Ja. Op een gegeven moment een trucje wel. Ja. Of tenminste maar, een trucje, hem persoon. Ja, ja dan kan het te veel zijn. Ja. En op social media. Je hoeft niet per se heel echt te zijn om succesvol te zijn. Maar je hebt wel de langste houdbaarheidsdatum. Ja. Hey, en even de parallel maken naar de corporate wereld. Want jij wordt ook regelmatig gevraagd als spreker om congressen en seminars te spreken. Ik neem aan dat dan ook vooral gaat over een stukje, hoe heet dat? Jezelf als product vermarkten op social media. Ja. Is daar nog een hoop winst te halen in de corporate wereld? Er is heel veel winst te behalen. Ik spreek dan vooral over influencer marketing. Ja. En wat daar eigenlijk de valkuilen van zijn en wat de winst is die eruit te behalen valt. Je ziet dat er veel mensen binnen hun bedrijfsvoering eigenlijk niet denken over social media. Of er een beetje badinerend over praten van we hebben ook nog wat social media. Terwijl als je naar de cijfers kijkt en waar de doelgroep dan zit. En dan vooral als je de wat jongere doelgroep hebt. Maar wat ik zeg, de televisiekijker is de grootste groep is 55 plus. Dus je ziet dat het daar minder wordt. Ja, dan de cijfers liegen niet. De onderzoeken, we hebben nu vanaf Nederland, er werd meer online gekeken dan lineair. En Nederland is daar voorloper in. Dan laat ik mensen casevoorbeelden zien van succesvolle cases op social media. En dan leg ik ze uit op wat voor manier ze met een influencer kunnen samenwerken. Dat er een match moet zijn. Dat ze zich niet moeten laten neppen. Weet je, er zijn heel veel mensen die fake followers kopen, fake likes, fake reacties. Ja. Maar gebeurt dat veel? Er gebeurt heel veel. Maar ook bij de mensen die al aan de top zitten? Ja. Het is niet te geloven. Afgelopen weekend nog twee Nederlandse bioscoopfilms. Ja. Waarvan de trailer op YouTube staat. Ja. En ik meteen kan zien dat het gekochte views zijn. Okay. Dat kan je namelijk zien aan het aantal views in verhouding met het aantal likes, dislikes en reacties. Ja, ja. En ik vind het heel erg jammer. Je kan geen 100.000 views hebben en 2 likes bijvoorbeeld. Nee. Dan zie je duidelijk dat zie je ook wel eens bij Instagrammers, zie ik dat wel eens. Dan zie je inderdaad dat ze 40.000 volgers hebben, maar dan wordt elke foto zo'n beetje 200, 300 keer geliked. Dat is gek. Maar het is echt, je kan voor denk ik een paar honderd euro heb je 10.000 volgers. Ja. En je hebt zelfs, het is zo erg dat bepaalde influencers een campagne doen en dan al incalculeren. Stel je voor, je verdient 10.000 euro met een campagne. Ja. Je koopt voor 5.000 euro koop je likes en reacties. Dan is de klant blij. Ja, precies. En jij hebt de helft van het geld heb je toch wel verdiend. Ja. Nou, zo lopen er een hoop rond. Vorig jaar een verhaal van een meisje op Instagram wat haar bestemmingen photoshopte. Dus dat meisje ging... Alsof ze op reis was. Ja, alsof ze op reis was. En dan maakte ze reclame voor bepaalde dingen. Voor een green screen. Ja, maar het was gewoon Photoshop. Oh, ja. En ik leg mensen dan gewoon uit hoe je eigenlijk het kaf van het koren kan scheiden. Ja. En hoe je wel een succesvolle campagne kan opzetten. Ja. Plus dat merken ook zelf influencer kunnen worden. Precies. Met als grootste voorbeeld Red Bull, wat een heel belangrijk voorbeeld is. Die zijn gewoon van een energiedrankje naar een serieus contentbedrijf gegroeid. Ja, bizar. Hey, en als we eens kijken nog naar of er nog komen er nog nieuwe social media platformen aan? Ik zag van de week iets van TikTok voorbij komen of zo. TikTok is al best wel oud. Oh, is dat al oud? Ja, dat heette eerst Musical.ly en dat is nu TikTok. Oké. Okay. Er gaan steeds meer jonge kinderen van Instagram naar TikTok. Oké. Okay.
Dat is echt weer voor de jonge ja, generatie. Ja. Nou, het is voor elke generatie. En wat je eigenlijk doet is... je had vroeger een beetje lipdub. Dat was een beetje een hype. Op TikTok kun je dus zeg maar filmpjes nadoen. Een soort mini-playback show eigenlijk. Ja. Maar dan korte filmpjes. Het nadeel daarvan is weer... als je als ouders niet in de gaten houdt wat je kinderen aan het doen zijn... dan staat jouw dochter van 8 op jouw slaapkamer... Nicki Minaj na te doen die aan het twerken is in een of andere clip. Ja. En dat is dan wel voor de hele wereld zichtbaar. Ja. En ik gaf laatst een lezing voor 100 ouders... en daar werd wat gevraagd over TikTok. En op het moment dat ik er wat over vertelde en een praktijkvoorbeeld erbij haalde, werden toch wat ouders onrustig en gingen meteen even kijken naar wat hun kind op TikTok deed. Ja. En dan kom ik weer terug bij die ouders die, en die ook vaak, ondernemers zijn ook ouders vaak, maar dat het zo belangrijk is om wel voeling te houden met wat er gebeurt in de wereld. Ja. Blijf het in de gaten houden. Blijf kijken naar wat voor nieuwe initiatieven er komen. Wat voor platformen schieten er uit de grond. En maak een account aan. Kijk hoe het werkt. Bekijk de content. Laat je verbazen. En je hoeft het niet per se mee eens te zijn, maar je weet wel wat er speelt. En het is niet zo dat er nu een hele grote reus staat te wachten met een nieuw social media platform. Nee. En YouTube zal nog wel de komende jaren doorgaan. Bij Facebook is nu stagnatie in de groei. Ja. En letterlijk, er was een man die bij de oprichting van Facebook zat. En die heb ik gesproken, ik denk alweer een jaar geleden. En hij zei, het grootste probleem van Facebook is the running out of people. De mensen zijn gewoon op. Want de jonge mensen willen niet meer op Facebook zitten. Is niet sexy. En wat Facebook doet, die zet gewoon hele oude legervliegtuigen in Afrika neer, waar een internetsignaal van komt, zodat mensen in de armste dorpjes op Facebook kunnen. Ja. Om weer nieuwe mensen... Mensen erbij te krijgen. En dus je moet wel van goede huizen komen, wil je dit soort tech-giganten kunnen verslaan. En het heeft ook te maken met de creators, de mensen die zeg maar gebruik maken van dat platform, willen die overgaan naar een nieuw platform. En als daar bijvoorbeeld een heel interessant verdienmodel zit. Kijk, ik heb een blog geschreven over, zou John de Mol een YouTube kunnen beginnen in Nederland? En ik denk dat dat kan. Als jij voor de Nederlandse... Dat voor hemzelf? Of, nee, voor de Nederlandstalige markt. Ja, dus als je nou zou zeggen van oké, hebben een... Wat ze nu hebben, zo'n initiatief, hè? Een idee van... Een eigen YouTube-platform. Een eigen platform. Is dat levensvatbaar? Ik denk dat het levensvatbaar is. Er zullen mensen zijn die mij voor gek verklaren. Hmm. Prima. Maar ik denk, als je nagaat dat elke YouTube-video... de inkomsten die erop komen door advertenties, pre-rolls, mid-rolls... daarvan gaan 55% van de opbrengsten gaat naar YouTube toe... Mm-hmm. en 45% gaat naar de persoon die het filmpje maakt en uploadt. Nou, als je die verdeling al anders kan maken... en je zorgt dat er voor Nederlandse content, Nederlandstalige content... van Nederlandstalige makers, als je die verbindt met Nederlandstalige adverteerders... die ook zich op de Nederlandstalige markt richten... dan denk ik dat er best nog wel iets mogelijk zou zijn... Ja. Want uiteindelijk, de succesvolle, die denken ook gewoon in ondernemen. Ja. En in, oké, kan ik hier meer mee verdienen? Als je in plaats van 1000 euro per miljoen video's, 3000 euro per miljoen video's, per miljoen views kan krijgen. Ja, tel uit je winst. Ja. Top, dankjewel voor de uitleg. Geen probleem. U bedankt voor het kijken. Check vooral ook onze social media kanalen. We hebben nog niet heel veel volgers, maar dat kan ook wel weer veranderen. Voor nog veel meer leuke en inspirerende interviews. Dankjewel.